In 2001 was ik zwanger van ons derde kind. We waren zo blij, ons gezin. Ik had al een dochter, Jerusha, van 9 jaar en een zoon, Mitchell, van 7 jaar. Patrick had zijn hand op mijn buik gelegd en het kindje gezegend. We zagen enorm uit naar de komst. Het was kerst en we hadden een drukke kerst gehad, ik herinner het me nog goed. En ik zag ernaar uit om 2 weken te relaxen voordat de baby kwam. Maar de dag na kerst, ik ging naar de verloskundige en het kindje was een beetje stil en ik zei het. Maar ik had dat ook gehad met Mitchell en toen was er niks aan de hand. En verder was alles goed en ik werd naar huis gestuurd. Maar ik herinner me nog dat op zaterdag 29 december het was erg stil in mijn buik. En ik voelde me een beetje bezorgd, maar het drong niet helemaal tot me door. Ik wreef met mijn hand op mijn buik en ik zei, kindje, word toch wakker. En 's avonds voelde ik het nog even bewegen. De volgende dag, Patrick ging naar de dienst met de kinderen. En ik zei van, ik ga toch maar even de verloskundige bellen en ik blijf thuis. Toen ik de verloskundige belde, ze zei, wat bel je laat? En op dat moment dat zij die woorden uitsprak, was het alsof er een bom ontplofte. En het was alsof ik in een nachtmerrie kwam. Zij kwam en mijn moeder kwam bij me om me te steunen en ze kon geen hartslag vinden. Ik begon te huilen en zij bracht me naar het ziekenhuis. En het wilde dat net op dat moment we problemen hadden met de telefoon en ik kon Patrick op geen enkele manier bereiken. Er kwamen 2 gynaecologen en zij bevestigden dat het kindje was overleden. 'S middags toen Patrick met de kinderen kwamen, we huilden met elkaar en er kwam een zuster om met ons te bespreken en ze raadde onze goede begrafenisonderneming aan. En ik dacht, begrafenis? Ik moet nog bevallen. En het was allemaal zo onwerkelijk. Met oud en nieuw, het was een moeilijke jaarwisseling en we waren erg verdrietig als gezin. Maar ik kreeg een tekst van de Heere dat jaar en het was Psalm 23 vers 4. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. En ik klemde daaraan vast dat de Heere bij ons was en ons er doorheen zou helpen. Op 2 januari moest ik bevallen. Het kindje, een dochter, Emily Esther, zij werd op mijn buik gelegd. Ze zag er perfect uit. Krullende donkere haartjes, prachtige handjes en voetjes, nageltjes, een lief neusje. Ze zag er zo mooi uit. Maar ze was levenloos. Ze bewoog niet. Ze was stil. De levende ziel was uit haar vertrokken. En dat voelden we. En dat deed heel erg pijn. En op 7 januari werd ze begraven. Het was een hele lieflijke, mooie, toch begrafenis. Mijn kinderen huilden. Patrick, de tranen stroomden over zijn wangen. En ik kon geen traan laten. Het was alsof ik er zo van een afstand naar keek en dat het niet over mij ging. Maar ik zal u zeggen dat het jaar daarna heb ik een zwembad vol gehuild. Er waren zoveel pijnlijke confrontaties. En vooral die eerste tijd de stilte. De stilte van een leven dat stopt te leven. De stilte van geen babygehuil in ons huis. De stilte van geen kraambezoek. De stilte van de laatste kaart die in de bus valt. De stilte dat mensen niet goed durven erover te praten omdat ze bang zijn je te kwetsen. Er waren zoveel pijnlijke stiltes. Maar ik koos ervoor om mij vast te houden dat God was goed, hij is goed en hij zal altijd goed zijn. Zijn nabijheid die zo sterk was in die tijd, het heeft mijn hart genezen. Alle pijn is uiteindelijk weggegaan en nu mag ik anderen ermee bemoedigen. En ik moet zo denken aan mijn hemelse Vader. Hij weet als geen ander wat het is om een kind af te staan. En toen Jezus daar helemaal alleen
die geen zonde had, verlaten aan het kruis hing, droeg hij daar ook ons intense verdriet? En is het dat juist dat hij dichtbij ons wil komen om ons toe te fluisteren? Je bent niet alleen. Ik ben bij je. Ik zal je er doorheen helpen, waar je door ook doorheen gaat. We hebben geen spijt dat wij Emily hebben gekregen, want het is een ziel die voor de eeuwigheid is voortgebracht. En weet u, nu kan ik zelfs dankbaar zijn om te denken dat Emily de weg van deze ellendige wereld bespaard is gebleven. En de hemel is zo echt voor ons geworden. We zien ernaar uit en alles draait om de eeuwigheid. En uiteindelijk zullen we haar weer zien op die plaats waar geen tranen zijn, waar geen leed is, waar geen ziekte is en waar geen dood meer zal zijn. Mijn hart is genezen. En ik weet dat ik Emily weer zal zien.